Ajax is de beste en we hebben verloren. Gewoon helemaal kut. Was het is gewoon kut. Ja, kut. Ja. Het was gewoon kut. Ja. Kut. Voel je dat Ajax het deed? Niet zo goed en wel goed. De eerste helft begon slecht, maar echt goed opgehaald. Maar daarna de tweede helft helemaal kwijt. Ik begrijp het echt niet. Ja, er was wel een moment waarbij een speler van Feyenoord al twee keer geel had moeten hebben. Ja, Hartman had er wel uitgemoeten. Maar goed, je moet het natuurlijk van je eigen prestaties hebben. En het was gewoon niks. Hoe voel je je nu na deze wedstrijd? Nou, teleurgesteld. Teleurgesteld, ja. Maar wel verdiend. En verdiend verloren. En het is heel jammer. Eigenlijk had het gelijkspel het meest eerlijk geweest, denk ik. Maar, kut, kakkelop, kut. Dat is. Ik vind het moeilijk om te zeggen, maar ik denk terecht dat Feyenoord gewonnen heeft en in Rotterdam gefeliciteerd met het kampioenschap. Ja. Het werd een beetje onvriendelijk bij ons op de tribune, dus... Waar het normaal heel rustig is op de tribune. We hebben bier te gooien, dus we zijn gegaan. Ze werden mensen een beetje boos. Toch nog maar even een drankje, want ja, je kan er wel om janken, maar dat heeft ook geen zin. Dus of de pijn verzachten met een drankje of het vieren met een drankje. Ja, dus volgend jaar nieuwe kansen? Jawel. Nou, daar gaan we er weer voor. We gaan er dus altijd voor, hè. Ja. En we gaan al heel lang. Dat hoort ook bij het voetballen. We kunnen wel allemaal boos worden, maar er zit niet meer in. Het is geen Ajax. Maar volgend jaar doen we het over. Komt goed. Oké? Okay? Ja. Fijne dag, hè? Dag. Dag.